Bijbelse profeten zijn geen waarzeggers, geen glazen bolkijkers, maar het welzijn is observeerders. Het zijn mensen met een scherpe neus voor recht en onrecht, een scherpe blik op het gedrag van mensen en de mogelijke gevolgen die hun gedrag heeft. Maar er waren in die dagen van de Bijbelse profeten ook veel andere profeten. Zij die in dienst waren van het hof, hofprofeten. Zij verkondigden de stem van de heersende macht. Kijk eens hoe geweldig wij het doen. Kijk eens hoe goed wij zijn. Wat een prachtige gebouwen wij neerzetten. Hoe geweldig de economie draait. Zij waren meesters in het verkondigen van nepnieuws en probeerden het volk ervan te overtuigen dat ze geen keuze hadden, dat ze dit geweldig moesten vinden, ook al hadden ze er zelf helemaal niets aan. Profeten als Micha, Amos en Jesaja durfden tegengeluid te geven. Zij klaagden die machthebbers aan. Jullie verlinken het volk. Jullie kennen slechts één belang en dat is jullie eigen belang. Maar daar laten ze het niet bij. Ze veroordelen niet alleen het gedrag van de machthebbers. Ze klagen ook het volk zelf aan. Jullie laten je verleiden. Jullie zijn meelopers. Jullie zorgen er met jullie gedrag voor dat zij in het zadel blijven. En als je de kans krijgt om een graantje mee te pikken, dan doe je dat. En je zwijgt over onrecht, want je hebt zelf ook bloed aan je handen. Zoals evangelisten goed nieuws verkondigen in de dagen van Jezus, door mensen een ander verhaal te geven om van te leven, zo proberen de Bijbelse profeten het volk terug te brengen naar God en naar de gerechtigheid. Omdat ze zien dat het leven zoals het geleefd wordt wel uit moet lopen op een ondergang. Het uiteindelijke doel van de profeten is recht en gerechtigheid van Gods wegen. Maar van Gods wegen is iets anders dan God zal het wel voor ons regelen. Het ligt niet buiten onszelf. De keuze ligt altijd in de mens zelf. En ze bieden mensen een alternatief. Wat als je nou eens weggaat van man en macht? Loslaat wat je denkt dat niet anders kan en een nieuwe weg inslaat. Een weg voor de eeuwige, waarop dalen van duisternis gevuld en bergen van onrecht afgegraven worden.